Vandaag heb ik eindelijk weer een piercing filmpje voor jullie. Deze keer over het wisselen van de rook piercing. Meestal zijn dit soort filmpjes, hij is nu eindelijk gewisseld, daarom is mijn oor zo rood. Meestal zijn dit soort filmpjes dan een tutorial van hoe je dat moet doen. Dit is meer een soort van, ja, weet je wel, voorbeeld geworden waarom ik het persoonlijk het ernstig zou afraden om een rook piercing zelf te wisselen. Want het is echt een, ik neem aan dat er geen kleine kinderen kijken, een ontzettende KUT-klus. Ik ben er serieus een half uur mee bezig geweest met een tang. Om te proberen dat kring los te krijgen, de originele. Vervolgens, intussen was de piercing aan het bloeden, want ja, weet je wel, ik had hem in een tang. Obviously. En vervolgens, dan moet je dus nog het balletje eraf zien te krijgen als je hem eindelijk goed te pakken hebt dus, hè. Dus dan heb je hem eindelijk het balletje eraf. Ik zal trouwens een insert plaatsen van het wisselen, dan kunnen jullie zelf de horror zien. Er zijn vast mensen ook trouwens, vooral de duidelijkheid, die er hartstikke goed in zijn. Maar ik vind het echt gewoon, weet je, je ziet ook zelf amper wat je doet, omdat je natuurlijk je handen ervoor hebt. Dus ja, in ieder geval, ik was er een half uur mee bezig. Dan heb je eindelijk dat kring eruit. Ik heb natuurlijk wel eerst de antibacteriële zeep gebruikt, uiteraard. Dan heb je eindelijk het kring eruit en dan moet de volgende erin. Wat ik uiteindelijk heb gedaan, aangezien ik het niet voor elkaar kreeg om aan de onderkant het gaatje te vinden, is gewoon eventjes de oude er van bovenaf induwen. Want ik had het bovenste balletje losgeschreven, want die onderste kom je echt niet bij. En met wat pech valt je gehoor gewoon in en dan heb je ook een probleem. Dus vandaar. Uiteindelijk heb ik de bovenste erin geduwd, dus de oude, en vervolgens die er met de onderste uitgeduwd, zodat ik kon zien dus waar het gaatje zat. Kostte nog aardig wat moeite, want het is ook nog een bocht die niet echt makkelijk te maken is. Maar goed, uiteindelijk zat hij er dan in. Toen had ik nog een keer de tang nodig om hem daadwerkelijk, weet je wel, het balletje erop te krijgen. Dat zie je niet in het stukje wat ik zal inserten, want dat zal ik even bijknippen, anders zitten we hier morgen nog. Maar dat was in ieder geval dus het, ja, niet het lastigste gedeelte, maar wel het meest frustrerende gedeelte. Want je bent er bijna en dan duurt dat nog echt gewoon, weet je, 10 minuten voordat het balletje er eindelijk op is. Gewoon omdat het zo'n ongelooflijk irritante hoek is. Dus als je ver opzij gaat, dan zit je tegen je oorschelp aan. Dus dan kan je die draai niet maken, anders zit je er weer naast. En je kan hem ook niet ver draaien, want het is kraakbeen. Het is frustrerend. Dus ja, dit is meer een soort van rant geworden, geloof ik, van hoe ontzettend hatelijk ik het vind om een rook piercing te wisselen. Maar goed, het is weer een piercing filmpje. Het is in ieder geval weer een tip. Als je een piercing moet wisselen zelf, stel de piercing shop is dicht en het moet gewoon piercing om de een of andere reden. Het is dus te doen. Het advies wat ik je kan meegeven is heel veel antibacteriële zeep, want daarmee desinfecteer je het uiteraard. Maar het werkt ook goed als glijmiddel, heb ik al eerder gezegd. Het werkt gewoon, dat gebruik ik gewoon voor alle piercings van wisselen, behalve obviously mijn tong piercing, wat dat zou goor zijn. Ja, weet je, en wat ik verder kan aanraden is, zorg dat je een tang hebt. Want geloof me, zeker als je hem voor de eerste keer wisselt, bij zo'n shop draait natuurlijk altijd goed dicht, ga je hem anders niet gewisseld krijgen. En ten derde, wat ik ook belangrijk vind, zorg dat je het oude sieraad bij de hand houdt, er bovenaf induwt en hem dan eigenlijk gebruikt als glijder om de nieuwe erin te krijgen, zodat je weet waar het gaatje zit. En dan is het op zich te doen. Ja. Kortom, ik wens je heel veel succes als je het ook wilt proberen. Ik zou het persoonlijk niet aanraden, want ja, wat ik al zeg, het is gewoon zo'n ontzettend irritante hoek om dat te doen. Ik heb dus gezien van anderen dat die er gewoon heel goed in zijn. Maar laat ik erover nadenken, heb ik ook eigenlijk nog nauwelijks filmpjes gezien eigenlijk. Van, ja, ik heb eigenlijk nog nauwelijks filmpjes gezien van mensen die een rook piercing wisselden. Dus ik denk dat ik vast niet de enige zal zijn die het een ramp vindt. Maar on the bright side, er zit nu in ieder geval een goud-coated sieraad in. En dat was het hele doel, dus ik ben er blij mee. Ik zal nog even van dichtbij laten zien. Dit is hoe het er nu uitziet. Excuse-moi voor al het bloed. Ja, dat moest Frans voorstellen. Ja, sorry voor al het bloed. Nou ja, al het bloed. Het is niet heel veel bloed. Je ziet een heel klein beetje rond het gaatje. Laat ik het ook weer niet te dramatisch maken. En mijn oren is rood, omdat ik het ook alle kanten op heb gevrongen. Maar goed, de gouden coating sieraad zit erin. Dus daar ben ik blij mee. En voor de rest heb ik bij deze besloten deze piercing nooit meer te wisselen. Tenzij het echt niet anders kan. En zelfs dan ga ik gewoon wel even langs de piercing shop. Want dit was het gewoon niet waard. Misschien dat ik er, ja, weet je, aangezien ik zo eigenwijs ben als een ezel, zo koppig ben als een ezel, ga ik er nog wel wat meer in oefenen, maar voor nu kan ik je in ieder geval vertellen. Het voordeel wat je hebt is dat de kraak met piercing is, dus je kan er zo lang mee klooien als je wil, want het groeit toch niet heel snel dicht of wat dan ook. Maar als je toevallig dicht bij een piercing shop woont, vraag die eventjes of die het voor je willen doen, want het is echt niet leuk om het zelf te doen. Zeker niet de eerste keer, want wat ik al zeg, die hoek is gewoon lastig en ja. Dus, dat was ongeveer de conclusie van dit filmpje. De conclusie is dus, het is te doen, maar het is niet makkelijk. Ik weet nog niet of ik het filmpje ga noemen. Misschien, ik ga het in ieder geval geen how-to-achtig iets noemen, want dit is niet echt een tutorial of zo. Ik bedoel, ja, het is niet iets wat ik zelf aanraad, omdat het gewoon zo ontzettend niet prettig is. Maar ja, in ieder geval hoop ik dat jullie wat aan gehad hebben.
Ja, weet je wel. Ik hoop niet dat ik nou iemand heb afgeschrikt voor een rookpiercing. Ik bedoel, hij is ook niet echt pijnlijk meer als hij genezen is. Want anders had ik er niet zo aan gewrongen met een tang natuurlijk. Weet je wel, het is een hartstikke leuke piercing. Het enige is dat ik je sterk aanraad om, als je hem voor het eerst wil laten wisselen, om dat door een professional te laten doen. Of in ieder geval door iemand anders die gewoon een goed beeld op jouw oor heeft en met tangetjes die hoek kan maken. Want dat gaat gewoon zelf heel moeilijk. Maar goed, in ieder geval, ik vind nog steeds een superleuke piercing verder. Dus laat je er niet door afschrikken. In ieder geval hoop ik dat jullie wat aan het filmpje gehad hebben. Of dat het in ieder geval amusant was om mij te zien en horen plooien met een piercing. Ja, in ieder geval heel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hoi, vandaag weer een tag video voor jullie. Deze keer is het een music tag, want het leek me leuk gewoon wat meer tags te doen. En toen kwam ik op Google, via Google, een website tegen met echt superveel tags.